Maar wat voor gevoel stappen jou hier dagelijks nog naar binnen? Ik ben flauw in heel van wat ze van plan zijn. En daarom ben ik hier. Had ik het wist, dan hoor ik je niet hier. En wat zouden ze nou op deze jong voor de boeren hier uit de regio betjutten kunnen? Ja, een oplossing, Sikkie. En vinden misschien al. En dat maken we misschien. Ja. En wat zou in jou eigen een goede oplossing wezen? Ja, dat maken we eerst misschien. Dat waar ik dan net zei. Ik verwacht hier dat er. Dat we zonen zetten, maar er wat net onder water stingen had. En ik verwacht hier dat we dat na inspectie gaan horen. Zo weer in 2004, dat zal net ooit wel. Hoe is de jong verroen? Goed. Ja, ik kan het ook zeggen. Praktische oplossingen trouwens eind VWA ben ondroegen. Ik denk dat wij heel tevreden zijn, maar dat mag een werk wezen. En wat voor oplossingen hebben we dan over? Om zo gauw mogelijk te zwaaien dat gedeeltes die net onder water stingen goed ooit werk kennen. Dat er zo gauw mogelijk duidelijkheid voor iedereen komt. En de percelen die net ooit werk kennen, dat je daar ook op een praktische manier om hen en oer hen kennen. Dan moest je de keurmeester bij jou zijn van ik ga een perceel net onder water gewoon, die percelen ben rijk. En de keurmeester die komt bij en hij constateert dat hij een wetter best had, dan kan die boer weer beginnen te rooien. Het is oors wat percelen niet onder wetter stingen gaan. Dan moet de boer ook aanmelden dat er een rode wol. En dan komt de keurmeester ook wat de tijd had. En het zal binnen de kortste keren zet ze mankracht in om daar op aan te zetten. Dus een boer die rode wol, die kan, als ze weten van de Jonas Jetta, binnen een hele dag kan ik beginnen te rooien.